Shalom. 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 Gak perlu memperkenalkan karena saya lihat saudara-saudaranya masih pada yang gak kenal. Ibu bisa di Protestan untuk siapa mungkin masih dikenal. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya dapat bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tadi Ibu Gembala katakan satu kehormatan. Dan saya mau katakan juga satu kehormatan. Saya bisa berdiri di tempat ini lagi, di tempat Bapak, Ibu sekalian. Saya percaya ini semua karena Tuhan. Kalau nggak Tuhan, nggak mungkin saya ada di sini lagi. Selamat Paskah. And oh ya, masih Pasen, nog steeds. Pak Pendeta kan sudah minggu lalu Paskahnya. Jadi itu sudah vorige week al. Sudah lewat. Itu sudah voorbij. Saudara Paskah itu. Bapak dan Suster, Paskah is. Adalah rangkaian. Dat is dus een gebeurtenis. Kematian dan kebangkitan Kristus. Van het sterven en de opstanding van Christus. Hidup kita ini jadi berarti karena Yesus hidup. En ons leven heeft betekenis omdat Jezus leeft. Amen. Ja, hidup ini jadi berarti. Dus dit leven heeft nu een betekenis. Karena Jezus leeft. Omdat Jezus leeft. Kalau dia nggak hidup sia-sia kan di berdiri tempat ini. Als hij niet leeft, dan is het ja nutteloos dat we hier staan. Kalau Yesus tidak hidup sia-sia percaya saudara. Als hij Jezus niet zou leven, geloven maar, dan zou het nutteloos zijn dat wij leven. Itulah sebabnya. En daarom. Ja, sering mendengar. Als u het vaak hoort. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tadi songleadernya mengatakan ini semua karena anugerah Tuhan. Net heeft onze songleader gezegd, dit komt allemaal door de genade van de Heer. Dan di mana-mana kita sering mendengar ini semua karena anugerah Tuhan. En overal horen we ook vaak van dit komt allemaal door de genade van de Heer. Tapi kalau kita mengerti. Maar als wij begrijpen. Bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dat Jezus al gestorven is door onze zonden. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. En hij is dan opgestaan om ons te redden. Kita mengatakannya. Dan kunnen wij zeggen. Karena kita mengerti. Omdat wij het begrijpen. Itulah sebabnya siang hari ini. En daarom op deze middag. Pertanyaan saya buat kita semua. Mijn vraag aan u allen is. Bagaimana kita mengisi anugerah Tuhan itu? Hoe kunnen wij invulling geven aan die genade van de Heer? Bagaimana kita mengisi anugerah Tuhan? Hoe kunnen we invulling geven aan die genade van de Heer? Kalau kita tahu itu semua anugerah Tuhan. Als wij weten dat het allemaal door de genade van de Heer is. Bagaimana kita membalas kepada Tuhan? Hoe kunnen we dan zijn goedheid teruggeven? Of vergelden? Amin, saudara. Amin. 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 Ya, kita jangan bangga jadi orang Kristen. We hoeven niet trots te zijn dat we Christen zijn. Ya, banyak orang nggak mau jadi orang Kristen. Want heel veel mensen willen geen Christen zijn. Kenapa? En waarom? Lihat kehidupan orang Kristen. Ze kijken naar het leven van Christen. Yang tidak menjadi berkat. Die geen zegen is geworden. Tuhan Yesus memanggil kita semua. En de Heer Jezus roept ons allemaal. Dikatakan dalam firman Tuhan. En in zijn woord staat ook. Bukan kamu yang pilih aku. Het is niet jij die mij kiest. Tapi aku yang memilih kamu. Ik heb jou gekozen. Dia inginkan dalam hidup kita. Dus hij wil in ons leven zijn. Kita menjadi garam. En hij wil dat wij het zout worden. Kita menjadi terang. En het licht worden. Matius 5. Matius 5. Ayat 13 dan 14. Vers 13 dan 14. Matius 5 ayat 13. Matius 5. Hendaklah terangmu bercahaya. Dat u een licht di hadapan orang schijnen in het aangezicht van mensen. Agar mereka melihat. Zodat zij zien. Perbuatanmu yang baik. Jouw goede daden. Dan mereka memuliakan Bapa di sana. En zij, ya, de Vader in de hemel verheerlijken. Amen. Amen. Saya percaya kita semua sudah jadi garam dan terang. En ik geloof ook dat we allemaal al licht en zout zijn geworden. Amen. Zegt een amen. 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 Ya? Nah, itulah sebabnya kita akan melihat firman Tuhan. Secara ekstrim mungkin saya mengatakan. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. U hebt de Heer Jezus als uw Heiland en ook uw Heer ontvangen. Saya sering memberikan jempolnya bukan cuma satu, saya kasih jempolnya dua. En vaak is het zo, ik geef niet maar één duim, maar ik geef maar twee duimen. Tapi kalau saudara mengerti apa yang saudara percaya. Maar als u begrijpt wat u gelooft. Saudara adalah orangnya. Dan bent u een gelukkig man of vrouw. Amen. Amen. Kehidupan kekristenan ini adalah satu kehidupan yang ekstrem.
Want het leven van een christen is een leven vol opwinding. Kami memiliki Allah, een Allah yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Want wij hebben onze God en wij kennen onze God die voor hem niets onmogelijk is. Nah, makanya gue sebab kita lihat firman Tuhan. Roma 8 ayat 32. We gaan nu naar Romeinen 8. 32. 32. Roma 8. Romeinen 8 vers 32. Ayat 32. Romeinen 8 vers 32. Dengan hormat. En met eer. Saya mengundang kita bangkit. Wil ik u vragen om op te staan? Hanya satu ayat. We gaan slechts één vers lezen. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. En we gaan het samen lezen met een harde stem. 2:3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dus hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Ja, terima kasih, saudara. En waar gaat u zitten? Saudara, firman Tuhan ini. Broeders en zusters, dit woord van de Heer. Ayat ini. En deze vers. Kalau saudara membaca dengan benar. En als u het goed leest. Sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Zoals het hier staat in de Bijbel. Ini ayat ini tidak perlu diuraikan lagi. Ya, ik hoef niet meer deze vers voor u uit te pellen. Sebab mudah dipahami. Want het is makkelijk om het te begrijpen. Terlalu jelas. En het is juist te duidelijk. Untuk dipahami. Om nog dieper in te gaan. Firman Allah mengatakan. En het woord van God zegt. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen diverliefkannya. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, maar die dus voor ons allemaal overgegeven heeft. Bagaimana kamu mungkin? Dus ons met hem. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Ook niet alle dingen schenken. Kepada kita. Ons. Bersama-sama dengan dia. Dus samen met hem. Dus buitengewoon. Ya. Anaknya sendiri diberikannya. Dus zijn eigen zoon. Mati. Hij overgegeven. Dood aan het kruis. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Om u en voor mij te redden. Bagaimana mungkin? Dus ya, hoe is het dan mogelijk? Ia tidak mengaruniakan. Dus dat hij dan niet gegeven. Segala sesuatu. Dus alles. Segala sesuatu itu apa maksudnya? En wat is dan met dat alles? Semuanya katanya. Alles, ya, alles is alles. Ya. Keselamatan dia beri dengan cuma-cuma. Dus een redding heeft hij niet, een redding heeft hij zomaar gratis gegeven. Masakan hanya masalah istri saudara. Dus stel voor dat het alleen maar om vrouw gaat. Masakan hanya masalah suami saudara. Of als het alleen maar om man gaat. Yang belum bertobat. Die nog niet bekeerd is. Atau hanya masalah tempat kerja saudara. Of als het alleen maar om de plek van uw werk is. Studi saudara. Of om studie gaat. Atau hari ini pak saudara. Maar op een dag in de toekomst moet keselamatan dia beri dengan cuma-cuma. De redding heeft hij ja zomaar gegeven. Masalahnya masalah. Dus. Status lagi. Dus laat staan, stel je voor als u het terugmaakt op uw status. Dia tidak bisa berikan lagi. Hij kan dat niet geven aan ons. Amen. Amen. Amen saudara. Amen. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita. En daarom de Heer Jezus heeft ons geleerd. Cari dahulu. Zoek eerst. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Maka semua yang lain. En dan alles. Akan ditambahkan. Zal u gegeven worden. Pak Pendeta. Meneer de Dominee. Kami tiap hari ada ibadah. Wij hebben iedere dag dienst. Ja, seminggu bisa 5 kali ibadah. We kunnen zelfs 5 keer per week naar de dienst gaan. Saya hari Minggu juga ya setiap hari ibadah kepada Tuhan. En ook elke zondag gaan we naar de dienst van de Heer. Itu bagus. Dat is mooi. Tapi maksud Tuhan Yesus. Maar wat de Heer Jezus bedoelt. Di dalam Matius 6 ayat 33 tadi. Yang saya katakan. Matius 6 vers 33 net. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan. Dus op eerst het koninkrijk van God en zijn maksud Tuhan Yesus. Usahakan dulu. Dus wat Jezus bedoelt is. Allah itu memerintah dalam hidupmu dan hidupku. Want God die regeert.
perintah-perintahnya. Doe eerst wat hij u gebiedt. Maka yang lain hanya bonus dalam hidup. And the rest is eigenlijk allemaal bonus. Kalau Allah memerintah dalam hidup kita. Want als God in ons leven regeert. Ada masalah. En we hebben een probleem. Ada pertemuan. We hebben strijd. Kita percaya Tuhan pasti. Wij geloven dan de Heer opent de Amen. 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 Allah sudah membuktikan kebaikannya. Dus God heeft al bewezen. Tidak bisa dibantah oleh manusia. En dat kan een mens niet nadoen. Karena begitu besar. En omdat het zo groot kasih is. Allah ke dunia ini. De liefde van God. Sedih saya yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Zodat. Siapa saja yang percaya kepada dia. Wie in hem ook gelooft. Tidak binasa. Niet sterven zal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Het eeuwige leven ontvangt. Saudara dalam terjemahan lama. Broeders en zusters in de oude vertaling. In de oude vertaling van de Bijbel. Dan bahasa aslinya demikian. En in de originele taal is het volgende. Terjemahan lama yang saya maksud Alkitab yang saudara pegang ini namanya terjemahan baru. En ik bedoel met de oude vertaling niet wat u heeft nu nieuwe vertaling. Alkitab terjemahan lama. En in de oude vertaling van de Bijbel. Punya ditulis OE, seperti itu. Punya OE. Oh, de U is dan de OE, oude spelling OE. Di dalam terjemahan lama indah dan bagus. In de oude vertaling is het mooi. Dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Omdat er zo groot de liefde is van God voor deze wereld. Zodat hij zelfs zijn enige zoon gegeven heeft op dat. Barang siapa. Dus wie. Kalau Alkitab kita ditulis siapa saja. Terjemahan lama barang siapa. Ya, ya. Ik denk dat ze zelf dat is voor wie. Barang siapa itu maksudnya. En wie is dat die wie. Siapa saja. Dus wie dan ook. Mungkin dia pesina. Pesina. Misschien is het iemand die overspelt. Bukan, mungkin dia pembunuh. Of misschien is het wel moordenaar. Mungkin dia perampok. Of misschien is het wel een rover. Siapa saja yang percaya kepada dia. Dus wie dan ook in hem gelooft. Tidak binasa. Die zal niet sterven. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maar het eeuwig leven ontvangen. Bisa dalam amin sebenarnya. Kunt u daar amin zeggen? Amin. Amin. Luar biasa. Saya katakan tadi. Saudara menerima Yesus. Saya akan menerima Yesus. Tapi kalau saudara mengerti apa yang saudara percaya. Maar als u begrijpt wat waarin u gelooft. Saudara adalah orang yang berbahagia. Ya, dan bent u een gelukkige man of vrouw. Pemazmur menyaksikan. En ook de psalmist. Allah itu sebagai penolong. God is een helper. Sangat terbukti. En dat is het bewezen ook. Sudah dibuktikan. Dat is al bewezen. Kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Onze hoop zit. Kita mengandalkan Tuhan. En wij vertrouwen op hem. Thomas menyaksikan. De psalmist zegt. Sangat terbukti. Sudah dibuktikan. Al heel erg bewezen ook. Mazmur 46 ayat 2. Mari saya minta tolong seorang membaca. Ik wil aan iemand vragen om het te lezen. Mazmur 46 ayat yang kedua. Psalm 46 en dan vers. Psalm 46 vers 2. Dus God is in ons, God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Oh, Mazmur menyaksikan. Dus de psalmist die is getuige. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Dus wanneer wij ons kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita vertrouwen op God of bouwen en op hem hopen. Sudah dibuktikan, tidak sia-sia. Dat is al bewezen, dan is dat niets van niets. Amen. Amen. Amen, saudara. Amen, broeders en zusters. Yeremia 17. Yeremia 17 vers 7 staat. Catat saja, tidak usah dibaca. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya. Gezegend is de persoon die zijn die bouwt op de Heer. Indah sekali. En dat is dus heel erg mooi. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya. Yeremia 17 vers 17. Gezegend is hij die op de Heer bouwt. Itulah sebabnya. En daarom. Rasul Paulus menulis jemaat. Kepada jemaat di Roma. Paulus heeft geschreven tot de gemeente in Romein. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dus hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Bagi kita semua. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Bagaimanakah mungkin? Dus ons met hem. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Ook niet alle dingen schenken. Bersama-sama dengan dia. Samen met hem. Saudara luar biasa. En broeders en zusters, het is buitengewoon. Karena menulis
Kitab Roma, surat Roma ini adalah want degene die Paulus. De brief aan de Romeinen geschreven heeft. Zullen we trouwens even Paulus zijn? En weet u wie Paulus is? Dia seorang penganiaya. Hij was iemand die eerst dia menaskan pengikut-pengikut Jezus. En hij vervolgde eerst dus de discipelen van Jezus. Dia menaskan pengikut-pengikut Jezus. En hij zette dus de volgelingen van Jezus in de gevangenis. Kita buka dulu 1 Timotheus. Laten we eerst 1 Timotheus openen. 1 Timotheus. 1 Timotheus. 1 Timotheus ini. 1 Timotheus. Adalah surat, adalah surat. Is een brief. Yang dikirimkan oleh Rasul Paulus. Die heeft Paulus. Kepada Timotheus. Aan Timotheus geschreven. Surat ini juga dikenal. En deze brief staat ook bekend om. Surat pengembala. Als herderschapsbrief. Dalam sekolah teologi dikenal surat surat pastoral. En op de theologie school staat het bekend als een pastorale brief. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotheus. En dus Paulus heeft aan Timotheus deze brief geschreven. Pada waktu Timotheus mengembalakan jemaat di Efesus. Toen Timotheus herder was van de gemeente in Efesus. Jemaat di Efesus itu didirikan oleh Rasul Paulus. En dus de gemeente van Efesus die heeft Paulus opgericht. Pada waktu Timotheus mengembalakan jemaat di Efesus ini. En toen Timotheus daar herder was. Ajaran-ajaran sesat. Waren daar heel veel dwaalleren. Saudara bisa lihat buka Timotheus 1 ayat 3 saudara lihat perikopnya mengenai ajaran yang sesat. Dus als u 1 Timotheus opent en dan vanaf vers 3 is de titel ook dwaalleraars. Nah, untuk itu Rasul Paulus perlu memberikan en daarom moest Paulus geven dorongan, steun dan pegangan en ook een houvast kepada Timotheus. Aan Timotheus. Ya katakan begini. En hij zegt het volgende. Ayat 12. Vers 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Ik breng dank aan Hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft. Ayat 13. Vers 13. Aku yang tadinya seorang apa, saudara? Vroeger, hoewel ik vroeger een wat was. Apa, saudara? Wat was hij vroeger? Seorang penghujat. Hoewel ik vroeger een godslaster was. Dan seorang penganiaya. En een vervolger. Dan seorang ganas. En een geweldenaar was. Tetapi. Maar. Kata Rasul Paulus. Zegt Paulus. Aku telah dikasih karunia. Maar mij is ontferming bewezen. Karena semuanya itu. Omdat ik. Telah aku lakukan. Het in. Tanpa pengetahuan. Mijn onwetendheid. Yaitu di luar iman. Dus dat is uit geloof. Dia menangkap pengikut-pengikut Yesus. Dus hij heeft dus dia mengejar pengikut-pengikut Yesus. En hij heeft hen ook in de gevangenis gezet. Semuanya itu dia lakukan karena agamanya. En dat deed hij omdat hij dia seorang beragama yang berdosa. Dus hij had het geloof van de zondaar. Dia seorang berdosa yang beragama. Hij is een zondaar die ook gelovig was. Dia katakan ayat yang ke-14. Hij zegt in vers 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dia mengerti betul. Dus hij heeft echt begrepen. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Het offer van Jezus aan het kruis. Sehingga dia katakan ayat yang ke-15. En hij zegt dan in vers 15. Perkataan ini benar. Dit is een getrouw woord. Dan patut diterima sepenuhnya. En alle aanmaningen waard. Christus Jezus datang ke dunia. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Om zondaren te behouden. Dari antara mereka. En onder welke ik. Akulah yang paling berdosa. Een eerste plaats inneem. Saudara perhatikan. Dus let u op, broeders en zusters. Paulus mengatakan. Paulus heeft gezegd. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dit is een getrouw en alle aanneming waard. Christus Yesus datang ke dunia. Christus Yesus in untuk menyelamatkan orang berdosa. Om alle zondaren te behouden. Di antara mereka. Kata Rasul Paulus. En onder welke zegt Paulus? Mereka itu siapa?
En wie is onder welke of onder wie? Wie zijn dat? Siapa mereka itu? Wie zijn die welke of wie zijn die wie? Wie zijn zij? Benar perkataan ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa di antara mereka. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden onder welke? Mereka itu termasuk saudara dengan saya. Welke? Dat is inclusief aan mijn broeders en zusters. Amen. Amen. Paulus katakan. Paulus zegt. Di antara saudara dengan saya, kata Paulus. Zegt Paulus. Dia yang paling berdosa. Hij is degene die aan meest. Aku yang paling berdosa, kata Paulus. Ik ben de grootste zondaar, zegt Paulus. Dia mau tanya, saudara, dosa saudara sebesar begini. En ik wil dus aan u vragen, hoe groot is uw zonde? Zo groot of zo groot is uw zonde? Paulus mengatakan. Paulus zegt. Dosa yang paling besar. Dat hij de grootste zonde heeft. Amen. Amen. Tapi ayat 16 dia katakan begini. Maar in vers 16 staat. Tetapi justru karena itu. Maar hiertoe is. Aplikasi hari. Mijn ontferming bewezen. Agar dalam diriku. Dat Jezus Christus. Sebagai orang yang paling berdosa. In de eerste plaats in mij zijn gaf. Jezus Christus. Ja, Jezus Christus in de eerste plaats. Menunjukkan seluruh kesabarannya. Zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. Dengan demikian. Tot het volgende. Aku menjadi contoh bagi mereka yang tidak percaya. Tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen. Dengar baik. En broeders en zusters, luister goed. Dia mengerti betul. Hij begreep echt heel goed. Pengampunan Allah itu sempurna dalam. Dat de vergeving van God perfect was in zijn. Pengampunan Allah itu sempurna dalam hidupmu dan hidupmu. En dat de vergeving van God perfect is in uw leven. Saudara, broer, Ricky, penonton. En broeders en zusters. Dengan saya melayani di penjara. Broeder Ricky, penonton, die heeft ooit met mij. Kami setiap ke penjara, saudara. Ke penjara, saudara. Begin dus elke gevangenis. Kebetulan saya memimpin satu yayasan namanya Yayasan Pelayanan Kasih. En ik ben ook oprichter van de stichting. En dat is dan de stichting gaat naar gevangenissen toe. Kami dari satu penjara ke penjara lain. En wij gingen van de ene gevangenis naar de andere toe. Hanya satu yang kami beritakan. Maar één ding hebben wij daar gepredikt. Pengampunan Allah itu sempurna dalam hidupmu. De vergeving van God is perfect in uw leven en in mijn leven. Amen. 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 Siapa yang merasa dirinya masih berdosa? Wie voelt zich hier nog een zondaar? Ayat 16 Paulus katakan. In vers 16. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Maar hiertoe is mijn ontferming bewezen dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. Dengan demikian. Tot. Kata Rasul Paulus. Zeg Paulus. Aku menjadi contoh bagi mereka yang mulia percaya. Tot ik een voorbeeld voor hen die later op hem zullen vertrouwen. Kalau saudara lagi membaca Alkitab. En broeders en zusters, als u leest in het lezen van de Bijbel. Seluruh Alkitab. In de hele Bijbel. Hanya Paulus yang berani berkata. Is Paulus de enige die durft te zeggen. Teladani aku. Dus neem een voorbeeld aan mij. Karena aku meneladani. Neem een voorbeeld aan Christus. Amen. Amen. Amen, saudara. Amen, broeders en zusters. Itulah sebabnya dia berani menulis. En dan durfde hij ook. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. En daarom durfde hij ook aan de gemeente in Rome te schrijven van. Diberikan yang buat kita semua. Hoe zal hij zelfs zijn eigen zoon niet geslaagd? Dat is waar, dengan cuma-cuma. Maar voor ons allen overgegeven is. Bagaimana kan mungkin? Ja, hoe is het dan dan mogelijk? Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Dat hij ons, maar ook niet alle dingen schenkt. Kepada kita bersama-sama dengan dia. Aan ons samen met hem. Apa keperluan saudara sekarang? En wat is vandaag uw behoefte? Wat hebt u vandaag nodig? Saya tidak tahu. Dat weet ik niet. Ibu gembala juga tidak tahu. En de vrouw van de voorganger weet het ook niet. Tapi saudara mengatakan buat saudara Tuhan Yesus tahu apa yang saudara butuhkan. Maar vandaag zeg ik tegen u, de Heer Jezus weet wat u nodig heeft vandaag. Amen, saudara. Amen, broeders en zusters. Nah, persoalannya. En het punt is nu. Bagaimana kita menikmati berkat Tuhan? Hoe kunnen wij deze zegen van God? Bagaimana kita meraih berkat Allah? Ja, hoe kunnen wij dus invulling geven aan deze zegen van God? Kita akan melihat tiga rahasia. Bagaimana kita meraih berkat Allah? Kunnen dus naar drie geheimenissen kijken. Yang pertama. Eerste.
Untuk kita menikmati berkat Tuhan ini. Yang pertama, om te kunnen genieten van Gods zegen, moeten we doen. Jangan sampai kita tidak tahu. Laat het niet zo zijn dat u niet weet. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Want God die werkt in alle zaken om het beste te geven aan ons. Roma 8 ayat 2. Romeinen 8. Saya minta tolong seorang membaca. Wij weten nu dat God alle dingen doet, medewerkend ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Rahasia yang pertama. Dus dit is het eerste geheim. Kita meraih berkat janji Allah. Dus dit moeten wij ook echt in ons leven doen gebeuren, deze belofte van God. Ayat 28. Wat in Romeinen 8, vers 28 staat. Kita tahu sekarang. Wij weten het nu. Jangan sampai kita tidak tahu. En laat het niet zo zijn dat we het niet weten. Atau jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Of laat het niet zo zijn dat we het zogenaamd niet weten. Bahwa. Dat. Allah turut bekerja. Dat God alle dingen doet. Dalam segala sesuatu. Dat hij alle dingen doet medewerken. Untuk mendatangkan kebaikan. Ten goede voor hen. Bagi mereka yang mengasihi. Die God liefhebben. Saudara, ayat ini saya katakan tadi banyak yang senang. En broeders en zusters, deze vers heb ik net gezegd, heel veel zijn blij. Kadang-kadang kita untuk mungkin memberkati ya, karena kita ada seseorang yang ada mungkin lagi anaknya baru meninggal, mamanya lagi kecelakaan begitu. Nah, een voorbeeld is van stel iemand heeft zijn kind verloren vanwege een ongeluk. Contoh saja. Dat is een voorbeeld. Anaknya lagi bawa mobil tabrakan meninggal umpamanya. Het kind die rijdt de wagen. Dan kita ingin menghibur, ingin menghibur. En wij willen die persoon troosten. Kita datang ke rumahnya. Wij gaan naar die persoon toe thuis. Kita katakan, percaya deh, Allah turut bekerja untuk kebaikan bapak. En wij zeggen dan tegen die man, ya meneer, geloof nou dat God alle dingen doet medewerken ten goede van u. Saya mau kata buat saudara, saudara bisa dikampani orang. En ik zeg dan tegen u, als u deze vers tegen zo'n persoon zegt, maksudnya baik. Wordt u dan geslagen? Tapi menempatkannya yang tidak baik. Bayangkan saudara lagi menangis karena ada musibah dalam keluarga, kita datang enak-enak. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja untuk kebaikan. Stelt u zich voor, u zit in verdriet. Itulah sebabnya saya membaca satu buku. En daarom wil ik dus een boek lezen. Yang khusus menguraikan apa itu Allah terus bekerja dalam segala hal. Ik precies uitleg van wat is dat nou? Wat is wanneer God wil alle dingen doet werken? Buku ini ditulis. Doet medewerken. En dit boek schrijft. Oleh Randy Alcorn. Is geschreven door Randy Alcorn. Dan istrinya Nancy. En door zijn vrouw Nancy. Saudara mau beli bisa beli ada di toko buku Immanuel di Jakarta. U kunt de boeken te kopen in Jakarta. Amsterdam is er niet. Immanuel Winkel. Di sana diuraikan. En dus in dat boek wordt beschreven of uitgelegd. Dan Randy menterjemahkan. En die Randy die heeft het vertaald. Dalam Alkitab. Vertaald uit de Bijbel. Dari terjemahan New American Standard Bible. Uit de New American Standard Bible. Ja, di sana dikatakan. Daar staat dan. Roma 8 ayat 28. Romeinen 8 vers 28. Allah menyebabkan. Dat eigenlijk God de oorzaak is. Segala sesuatu. Dat alle dingen. Bekerja untuk kebaikan. Doet medewerken ten goede. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Dus dat God eigenlijk de veroorzaker is van alle dingen die hij doet medewerken ten goede. Saudara perhatikan. En als u dus goed oplet. Dalam terjemahan itu dikatakan. In die vertaling staat. Randy menulis. Randy heeft dus hier geschreven. Allah bekerja bukan satu hal demi satu hal demi satu hal. Dus God werkt niet van het ene ding naar het andere ding naar het andere ding. Tetapi untuk semua hal itu. Maar voor al die allemaal untuk dingen. Kebaikan. Ten goede van ons. Nah, untuk menerangkan hal ini. En om uitleg te geven hierover. Randy mengenang pada waktu dia masih kanak-kanak. Schreef hij dat Randy toen hij nog klein was, of jong was, nog dia kind, lihat ibunya, toen hij nog een kind was, zag hij zijn moeder bikin kue. Altijd koekjes bakken. Nah, Randy yang kecil melihat ibunya mempersiapkan segala sesuatu. En die kleine Randy die zag dus zijn moeder een en ander voorbereiden. Dia lihat ada tepung. Hij zag er is meel. Randy mencicipin tawa. En hij proefde het meel, maar dat het was smaakloos. Dia lihat ada vanille. En hij zag de vanille. Dia coba. Proefde aan de vanille. Pahit. Die smaakte bitter. Ada juga telur. En hij zag ook eieren liggen. Amis. En die eieren smaakten niet lekker. Ada pengembang gula. Ada suiker. Dan ada gula.
suiker en ja, suiker. Ja, suiker, ja, suiker ja. En iets om meer suiker te maken. Randy mengatakan. En Randy die zei. Dari semua bahan yang disiapkan ibunya. Dus van al de ingrediënten. Tidak ada yang enak. Niets smaakte lekker. Selain gula. Behalve. Selain gula. Behalve de suiker. Dan Randy yang kecil melihat ibunya mencampur. En die kleine Randy die zag dat zijn moeder dat al bij het bahan-bahan yang sudah disiapkan ini. Dus al de ingrediënten. Kalau kita tempat yang besar. In grote kom. Setelah selesai ibunya mencampur. En nadat de moeder klaar was met mengen. Bahan-bahan ini. Deze ingrediënten. Dan dia lihat ibunya memanggang di api yang panas. En toen zag hij dat zijn moeder het op een heet vuur zette. Setelah selesai ibunya memanggang. En toen het klaar was, deed zij dus in de oven. Di api yang panas. Ja, hete lucht. Setelah dikeluarkan. En als het eruit is. Randy mencicipi. Proefde dus Randy wat. Kue yang sudah selesai panggang oleh. Van de koekjes uit de oven van zijn moeder. Randy berkata. Randy zegt dan. Enggak masuk di akal. Het is ja niet logisch. Bagaimana mungkin? Hoe is het toch mogelijk? Yang tidak enak selain gula tidak enak. Het was allemaal niet lekker behalve. Menghasilkan gula yang besar. Maar als het dat bij elkaar mengt, smaakt het heerlijk. Randy menyimpulkan. Dus Randy concludeerde. Allah itu demikian dalam hidupmu. God is net zoals zoals dat. Dia izinkan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Dus hij doet dingen gebeuren. Dia izinkan hal-hal yang tidak bisa kita terima. Zo'n dingen gebeuren die wij niet kunnen accepteren. Om campurnya. Maar hij mengt het allemaal in ons leven. Jangan sampai kita tidak mengerti. En laat het niet zo zijn dat we kita niet kunnen. Kita tahu sekarang. Want wij weten het. Bahwa Allah turut bekerja. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken. Dalam sesuatu. In alle dingen. Segala sesuatu itu kan Allah sekalian. En wat is alle dingen? Ya, alles. Alle dingen zijn alles. Amen. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih. Voor hen die God lief hebben. Kalau hari ini kita diperkarakan. En als we vandaag dus voor het volgende staan. Hal-hal yang mungkin kita tidak bisa terima. Dingen die wij niet kunnen accepteren. Hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Of dingen die wij niet kunnen begrijpen misschien. Tolong saya katakan masuk hati. Dan wil ik tegen u zeggen. Biar jauh dari Pak. Kijk ver in de toekomst. Allah is baik dalam hidupmu dan hidupmu. Maar God is goed voor u in de keselamatan dia beri dengan cuma-cuma. En de behoudenis heeft hij zomaar gegeven. Masa hari persoalan. Rumah tangga keluarga. Dus laat het niet zo zijn dat als er een klein probleem is in uw gezin of op uw werk. Amen. 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 Jangan sampai kita tidak tahu. Laat het dan niet zo zijn dat u niet weet. Allah menjaga dan segala hal. God aan alle dingen doet medewerken. Beratakan kebaikan. Yang kedua, rahasia yang kedua. Bagaimana kita menikmati rahasia Tuhan? Tweede geheim van hoe kunnen wij genieten van God zegen? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya minta tolong seorang membaca. Kita akan melihat naar 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense 5. Minta tolong seorang membaca. Ya. Good. 1 Thessalonica 5 ayat 18. 1 Thessalonians 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dus dankt onder alles. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Want dat is de wil van Christus Jezus bagi kamu. In Christus Jezus ten opzichte van u. Saudara perhatikan. Dus als u oplet hoe ayat ini. Deze vers. Rasul Paulus. Paulus die zegt. Menyuruh saudara dan saya. Memerintahkan saudara dan saya. En gebied het eigenlijk tegen u en mij. Setiap kesempatan itu. In elke gelegenheid. Kita pergunakan. Moeten wij gebruik maken. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Om God te danken. Amen. Amen. Ini Pak Pendeta. Ya, Pak Buddha de Domine. Ini belum bayar sewa rumah sudah 2 bulan. Ini al 2 maanden niet de huur betaald. Bagaimana bisa bersyukur? Kan ik dan dak zeggen? Kenapa kita bisa bersyukur? Maar waarom kunnen we toch dak zeggen, broeders en zusters? Kenapa bisa? Waarom kunnen we toch doen? Rahasia yang pertama tadi janji Allah. Want, denk aan die eerste belofte. Amen. Dia janji dia turut bekerja. Dat was wat we net hebben gelezen, dus belofte van God. Hij dalam segala hal. In alle dingen. Mendapatkan kebaikan. Ten goede van ons. 2 bulan belum bayar.
twee maanden niet betaald dan zou ik wees niet bang. 3 bulan juga nggak apa-apa. Als je 2 maanden niet betaald zou hebben. Sebab pemilik rumahnya lagi vakasi ke Indonesia. Haleluya. Amin. Mengucap syukur dan salam. Dus dat onder alles. Want dat is de wil Gods. Ini di Jakarta praktekannya mudah. In Jakarta is het makkelijk om het in praktijk te doen. Jalan semua macet. Want alle wegen staan vol, file, heel veel files. Saudara mau ngomel-ngomel, mau ngomel apa? Dus als u gaat mopperen, waar moet u over mopperen? Tapi sekarang sudah banyak juga flyovernya. We hebben daar ook niet veel flyovers. Tapi saudara, maksud saya. Maar broeders en zusters, wat ik bedoel? Kalau kita macet. Als wij in de file staan. Daripada kita ngomel-ngomel. In plaats van dat we mopperen. Puterin aja kasetnya. Itu beter kasetnya bantuan. Haleluya, saya waktu kita macet, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Vanmiddag wil ik ook u een geheimnis geven. Kalau saudara dalam keadaan saudara janji, contohnya. Dus als bijvoorbeeld u saudara janji dengan seseorang kira-kira jam 2. Stel je voor u heeft beloofd om 2 uur te komen met iemand. Saudara sudah perkirakan saudara sampai di sana sebelum jam 2. Dus u hebt een afspraak om 2 uur en u denkt dat u voor 2 uur daar zijn. Saudara kena macet. En u staat plotseling in de file. Waarom ini? Pasti terlambat datangnya. En u denkt, ik kom vast en zeker te laat. Tapi saudara macet, tapi saudara bisa memuji Tuhan. Maar u zit weliswel vast in het verkeer, maar u prijst de Heer. Saya mau pastikan buat saudara begini. En dan wil ik zeker zijn dat u saudara datang ke sana. U komt daarheen. Orang yang janjian dengan saudara. En degene die afspraak heeft. Pasti dia terlambat datang. Die komt vast en zeker ook te laat. Ya, saudara coba aja, praktekan saja. Probeer bij de praktekan. Degene die met wie u afspraak heeft, die komt ook te laat. Pasti orang yang menunggu saudara juga ada sesuatu yang mengalami dia sehingga saudara datang. Dus degene die op u wacht, die komt ook om te laat, want er is pas iets gebeurd met hem. Ja, bilang amin. Kunt u amin of zeggen? Mengucap syukur dalam segala hal. Dus dank onder alles. Karena itu ya kalau kita amin. Dat is de wil Gods. Dalam Kristus Yesus. In Christus Jesus in opzichte van u. Saya diundang buat pada satu persekutuan. En ik ben tot uitgenodigd om te preken bij een bidstond of zo, en ze zegt van ja, je moet in alles dank zeggen. Sudah memuji-muji Tuhan, kebetulan juga ya datangnya sudah mulai ibadah. En nou ja, ze waren al begonnen met de dienst. Sudah mau firman Tuhan. En het woord van God werd al bijna gebracht. Saya tanya, ini ucapan syukur apa? En toen dacht ik van hey, waar zijn ze dankbaar voor? Kata ibunya begini. Want mevrouw zei het volgende. Ya, mama nikah anak kami nggak lulus. Ja, moeder Marika, ons kind is niet geslaagd. Dus wij brengen dank uit. Saudara kita diberkati dengan ucapan syukur itu semua orang bisa lakukan. Orang dunia melakukan itu. Iedereen kan dank zeggen, iedereen kan dat doen. Tapi nggak lulus, kita bisa mengucap syukur. Maar als iemand niet slaagt, kunnen we ook dank zeggen. Itu layak dan kami Allah dan Kristus. En dat is dus de wil van God in Kristus. Amen. Satu keluarga. Dus een familie. Suami istri. Man en vrouw. Mempunyai anak yang sudah gadis. Ze hebben een dochtertje. Satu waktu diperiksa dokter. En op een dag werd ze gecontroleerd door de dokter. Dokter katakan, mau ngidap penyakit. En die dokter zegt van, ja, ze zit helemaal goed bij mijn hoofd. Ya, gadisnya cantik, tapi kadang-kadang kalau yang lari dari rumah bisa mau terjun ke kali yang lama. Nah, het is een mooi meisje, maar af en toe als ze uit huis is, rent ze weg om naar haar vijf in te gaan. Suami istri ini begitu kecewa. En deze man en vrouw waren daar zo teleurgesteld. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Dan zijn ze altijd getrouw in de dienst houden. Mereka bayar perpuluhan. En ze betalen ook de tiende. Mereka memberikan persembahan. Ze geven een offer, speciaal offer. Sehingga. Totdat. Pada waktu anak mereka dinyatakan penyakit. Totdat op een dag bij de dochter geconstateerd is dat hij niet in de hoofd. Konden ze dat niet als ze... Mereka claim kepada Tuhan. En ze claimden tot God. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. En ze mopperden ook echt bij God. Setiap persekutuan doa mereka bawa anak mereka. En bij elke dienst of bijeenkomst nemen ze hun dochter mee om voor te bidden. Supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Zodat zij de hulp van God ervaren. Tapi mungkin saya katakan pada saudara ini. Maar misschien als ik tegen u mag zeggen het volgende. Kalau itu dalam rencana Tuhan. Als dat volgens de plan is van de Heer. Jangankan tumpang tangan. Dus doe maar je hand niet boven haar. Tumpang kaki juga tidak mungkin sembuh. Want je kan ook zelfs je benen op haar neerzetten, wordt niet genezen. Saudara pada satu waktu. Want op een dag.
mereka lihat ibu orang tua membangun di Jakarta. Hebben ze in de kranten gelezen in Jakarta. Waktu itu kami masih berada di Hotel Indonesia. Toen hadden we nog diensten in Hotel Indonesia. Mereka lihat, oh pendeta sakti. Di Jakarta ada pendeta sakti, saudara. En ze zagen wat, oh de dominee, dat is ja, dat is genezen, zeg maar. Dia akan melayani. Die gaat daar dienen. Dan mereka pagi-pagi sudah datang. En zij gingen dan ochtends vroeg al daar. Dan mereka duduk di paling depan. En zij gingen helemaal voorin zitten. Maksudnya? Met de bedoeling. Kalau pendeta hanya menutupkan tangan. Als de dominee dan zijn hand op dat kind wilde trekken. Mereka yang keluar maju. Binnen ze dan als eerste naar voren gaan. Nah, biasanya. En normaal gesproken. Kalau pendeta terkenal dan pendeta sakti. Als een bekende dominee is en suka mangkir. Suka mangkir, ya, suka nggak tepat janji. Ya, dan is het vaak zo dat ze hun beloftes niet altijd waar maken. Sudah memuji Tuhan. Dus we loven en prijzen de Heer al. Tiba-tiba ada pengumuman seperti tadi. Maar opeens is er dan een soort berhubung sesuatu hal. Omdat er iets gebeurd is. Maka bapak pendeta sakti. Dan kan dus die tidak bisa hadir. Niet aanwezig zijn. Waduh kecewa berat. Datang cari pendeta, bukan cari Tuhan Yesus, cari pendeta. Dus tidak ketemu pendeta. Dus ze zijn heel erg teleurgesteld. Ze zochten niet naar de Heer Jezus, maar naar de dominee en die is er dan niet. Mau pulang tanggung. En ze wilden naar huis, maar heeft ook geen zin. Apalagi ibadahnya masuk dari sini panjang, masuk dari sana, keluarnya mesti ke sana juga. Dus het was ook heel erg lang die fase, als je dus weer naar buiten ging, mereka berpikir, ya sudah tunggu saja. Apalagi diumumkan yang akan khotbah itu pengerja pendeta pembantu. En vooral toen medegedeeld werd dat degene die gaat preken, dat is een van de helpers zijn. Mereka berpikir, ah pendeta pembantu khotbahnya pasti pendek-pendek saja. En zij dachten, oh die helper voor de dominee, die spreekt alleen maar heel kort. Tapi satu hal saya mau katakan saudara. Maar één ding wil ik tegen u zeggen. Kalau itu waktunya Tuhan. Als dat de tijd is van de Heer. Kalau itu dalam rencana Tuhan. En als dat binnen de plan is van de Heer. Pendeta pembantu itu berkhotbah. Dus dalam kekuatan dan kuasa. En wanneer dus die helper van de dominee gaat preken. Dia berkhotbah. In de kracht en in de zalving van God. Mengucap syukur dalam segala hal. Dus dank om. Karena itu Tuhan yang dikehendaki Allah Kristus Yesus bagi kamu. Dat is de wil Gods in Christus Jesus ten opzichte van u. Biasanya suami istri ini saling menyalahkan. En vaak is het zo, die man en die vrouw gaven elkaar de schuld. Tapi setelah amin. Maar na de amen. Dari lantai 15 mereka turun ke tempat parkir. Gingen ze vanaf de 15e etage naar beneden naar de parkeerplaats. Biasanya bersungut-sungut. Meestal klagen ze dan op de mobil. Maar nu waren ze heel erg rustig. Sudah sampai di mobil, ibunya nyeletuk. En toen in de auto zei de vrouw opeens. Pak, kali pendetanya benar. Hij zegt, pa, misschien heeft hij toch niet wel gelijk. Misschien heeft hij toch wel gelijk, hè. Firman Tuhan kan benar. Amin, kebenaran. Het woord van God is altijd waar. Dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Niets van mij, maar niets van iets terug. Maksudnya? En de man zegt, hoe bedoel je? Ja, bagaimana kalau kita belajar mengucap syukur? Toen zei die vrouw van, ja, hoe als wij nu beginnen met dat te zeggen? Suaminya bilang, iya, kita coba. Toen zei die man, ja, laten we het proberen. Kita tidak rugi apa. Want wij verliezen nog niks. Kita tidak kehilangan apa-apa. Ja, wij verliezen nog niks. Coba-coba. We kunnen het gewoon uitproberen. Sampai di rumah. En thuis aangekomen. Mereka masuk di dalam kamar. Gingen ze de kamer in. Mereka berdoa. Kalau selama ini bersungut-sungut klaim kepada Tuhan. Als wij tot nu toe alleen maar mopperen en de klagen tegen u. Saat itu mereka berdoa dan berdoa. Gingen zij nu ja op hun knieën. Tuhan Yesus. De Heer Jezus. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. U hebt aarde en hemel geschapen. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. En de blinden kunnen weer zien, de lammen lopen weer en de doden worden weer opgewekt. Kalau Engkau izinkan anak kami sakit. Als u het wenst, kami percaya Engkau mampu dan sanggup menyembuhkan dia. En als u wilt dat ons kind ziek is, dat bent u ook in staat om haar te genezen. Dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Amin. Kalau selama ini mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. En als ze tot nu toe altijd maar klagen en mopperen en klimmen tot de Heer. Tapi mereka memulai. Maar nu begonnen ze. Satu ucapan syukur kepada Tuhan. Maar nu begonnen ze met één dankzegging te zeggen. Mereka lakukan itu dengan setia. En zij deden dat heel erg graag. Iedere dag was er ada kedamaian. En ook vrede. Satu tahun kemudian. En één jaar daarna. Dikasih kabar. Kregen ze het bericht. Anaknya sudah disembuhkan Tuhan. De dochter is op een wonderbaarlijke wijze door de Heer genezen. Dus luister goed, moeders en zusters. Mengucap syukur dalam segala hal. Dat onder alles. Sesulit apapun hidup ini. Hoe moeilijk het leven ook is. Percaya. Geloof. Tuhan pasti buka jalan.
Mazmur menyaksikan. And the psalmist is also sebagai penolong sangat terbukti. Also help. Sudah dibuktikan. It is ook al bewezen. Kalau kita mengandalkan. Als wij op hem bouwen. Tidak ada yang mustahil. Is er niets voor niets voor? Is er niets onmogelijk? Mengucap syukur ini adalah ungkapan percaya kita kepada Tuhan. En dankzegging is ook het uiting dat wij in Hem, in de Heer geloven. Saya ulangi. En ik herhaal. Kita katakan ini semua karena anugerah Tuhan. Nogmaals, ik zeg, dit komt allemaal door de genade van de Heer. Pertanyaan saya. En mijn vraag is. Bagaimana kita mengisi anugerah Tuhan? Hoe geeft u invulling aan die genade van de Heer? Amen. Amen. Yang ketiga. Derde geheimenis. Pengkhotbah 3 ayat 11. En dat is uit Prediker 13. Pengkhotbah 3 ayat 11. Minta tolong seorang membaca. Prediker 13. Oh sorry. Prediker 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Prediker 3 vers 11. Amen. Prediker 3, vers 11. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in het hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Rahasia yang ketiga. Dus derde geheim. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal. Zonder dat de mens van het werk dat God doet van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Kita tidak akan pernah menyelami. Dus wij zullen het werk van God. Kita tidak akan menyelami. En nooit iets kan ontdekken. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Plannen van Tuhan God. Tuhan dalam hidup kita. En Hij leidt ons in ons leven. Kesetiaan di dalam en hij eist ook op ons dat wij getrouw zijn in. Amen, saudara. Amen. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Dus hij, alles heeft hij voortreffelijk gemaakt. Bangsa Israel. Het volk van Israël. Mereka umat kesayangan Tuhan. Dat is zeg maar lievelings volk van de Heer. Pilihan Tuhan. Het uitverkoren volk van de Heer. Tapi mereka bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Maar het was ook een volk dat helemaal geen dankzegging kon uit. Alkitab menulis. En de Bijbel schrijft dat. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Dat zijn eigenlijk hele koppige volk mensen. Mereka ikut Tuhan. Zij volgen de Heer. Tapi mereka tidak puas dengan Allah mereka. Maar ze zijn niet tevreden met mereka ikut cara hidup orang kafir. En zij leefden als een ongelovige. Mereka membuat berhala. Zij gingen aanbidden. Mereka menyembah berhala. Zij gingen dus aan afgoderij doen. Dan Allah murka terhadap mereka. En God die werd boos tegen Allah menghukum mereka. God die heeft hen bestraft. Bangsa Israel. Het volk Israel. Dibuang ke Asyur. Die werd dus naar Asyur verworpen. 45 tahun. 45 jaar. Bubar, tidak tahu limbahnya kemana. Dus, iedereen uit elkaar, ze weten niet meer waar ze zijn. Bangsa Yehuda. Het volk Yehuda. Pada zaman itu Israel sudah terbagi dua. Israel was weer al twee gesplitst. Yehuda en Israel. Ya. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel. En het volk van Yehuda ging naar Babel. Mereka merasakan sengsaranya hidup jauh dari Tuhan. En zij voelden dat hun leven echt zwaar was onder de Heer. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. En zij schreeuwden tot de Heer. Dan Allah mendengar seruan mereka. En God die luisterde naar hun geschreeuw. Allah berbicara kepada mereka. En God die sprak tot hen. Kalau belum genap 70 tahun. Als het nog niet precies 70 tahun. Aku tidak akan memperhatikan kamu. Ya, dan let ik helemaal niet op jou. Kalau sudah genap 70 tahun. Als het precies 70 jaar. Aku akan mengembalikan kamu. Dan zal ik jou terug doen. Ke tempat aku membuat kamu. En je terugbrengen daar waar ik je heb verborgen. Sebab rancanganku buat kamu. Want mijn plan voor u. Firman Tuhan. Zegt het woord van God. Bukan rancangan kecelakaan. Is geen plannen van onheil. Tapi memberikan kepadamu. Maar ik geef aan jou. Hari depan yang penuh berkah. Een vooruitzicht, een toekomst en die rooskleurig is. Ini ayat ini dihafal orang Kristen. Jeremia 29.
En Jeremia 29 staat dat. Maar ik lees dat graag als mooi. Alle christenen die kennen dit, deze vers uit hun hoofd. Jeremia 29. Jeremia 29. Ayat 10 dan 11. Versen 10. Dan minta tolong seorang membaca. Ik wil vragen of u het wil lezen, Jeremia. 29 ayat 10 dan 11. 29 versen 10. Zo zegt de Heer, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Zodara, broeders en zusters, Jeremia menuliskan surat ini kepada bangsa Israel, Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Jeremia schreef dus deze brief aan het volk van Yehuda. Dia katakan, die in Babel was. Kamu belum genap 70 tahun. En hij zegt dus van als er nog 70 jaar precies zijn, dan zal ik niet naar u omzien. Kalau sudah genap waktunya Tuhan. En dus als de tijd aangekomen is. Aku akan mengembalikan kamu di mana aku membuang kamu. Dan zal ik u weer terugbrengen de plek waar u vandaan. Sebab perancangan Tuhan dalam hidup kita. Want het plan of de gedachte van de Heer is niet van onheil. Tapi memberikan kepada kita. Maar die geeft aan ons. Hari depan untuk mengharapkan. Een hoop voor de toekomst. Saudara mungkin saya mengatakan begini. Ik wil dus tegen u het volgende zeggen. Saya tidak tahu saudara ada di Belanda. Ik weet niet dat u hier in Nederland. Tapi kita semua ini katanya orang Indonesia kan begitu. Ja, ik weet niet, u bent hier in Nederland, maar we zijn allemaal Indonesiërs. Saya mengatakan begini. Ik wil dus tegen u zeggen. Kalau saudara ada di Belanda. Als u in Nederland bent. Saya percaya itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan geloof ik dat het een plan is geweest van God voor u. Saya tidak tahu status saudara di sini sekarang. En ik weet ook niet wat uw status is. Tapi saya mau katakan begini, Bu Saudara. Maar ik wil tegen u zeggen. Kalau dia bawa saudara, izinkan saudara sampai di sini. Als hij u heeft meegenomen en toe heeft gestaan dat u hier bent. Saya katakan dia bertanggung jawab, Bu Saudara. Dan zeg ik tegen u, hij is van verantwoordelijk voor u. Amin, Saudara. Amin. Saya kemarin di Lelystad. Ik was gisteren in Lelystad. Pada persekutuan malamnya, terus besok saya di Lelystad. Was daar ook een bij een samenkomst. Ini istrinya orang Indonesia, kawin sama Belanda. De vrouw is een Indonesische, getrouwd met een Nederlandse man. Kaki kan berdoa sama-sama. En soms hebben we gezamenlijk gebeden. Setelah selesai itu, dia cerita. En toen het afgelopen was, vertelde zij. Nah, ibu ini, ya, perempuan. En de vrouw die vertelde dus. Ini perempuan ini di Jakarta. En deze vrouw die is in Jakarta. Dia setiap beribadah kepada Tuhan. Toen zij in Jakarta was, was ze echt getrouw om naar de dienst te gaan. Dan dia kerjanya janda. En zij is eigenlijk weduwe. Dia suka jual kue di gereja. En ze verkocht altijd koeken en cakes in de kerk. Waktu saya mengembalakan jabatan HI waktu itu. En toen de voorganger was van de HI toen. Saya izinkan dia dijual. Heb ik dus haar toegestaan om te verkopen. Tapi kita kan boleh. Saya pindah ke tempat lain yang gantikan saya. Nggak boleh. Gereja nggak boleh jualan. Wij roleerden en toen mijn opvolger die zegt nee, je mag niet meer verkopen in de kerk. Nah, saudara, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Broeders en zusters, de weg van de Heer is niet de weg van de mens. Suaminya katakan begini sama saya, pendeta. En de man zegt tegen mij. Saya dapatkan ini karena dia dari Tuhan. En die man zegt tegen mij, broeder, ik heb haar gekregen omdat het van God komt. Dia katakan, istrinya kata begini. En de vrouw zei tegen mij. Marika, saya kerja. Broeder Marika, ik werk. Karena suami saya, ya pensiunnya cuma 2.000 katanya. Omdat mijn man slechts 2.000 cuma lagi bilangnya. Omdat mijn man maar slechts, hij schrok ervan, die krijgt maar 2.000 euro als pensioen. Dus ik moet ja. Werken. Nah, saya kerja, Pak Marika kerjanya, Pak Marika di luar negeri, di Indonesia. En als ik werk hier in Nederland, broeder, dan zijn we cuma jualan kue, ya cukup, maar buat makan hari ke sehari. Ik heb in Indonesia alleen maar koekjes en cakes gekocht, verkocht, maar dat is genoeg. Tapi Pak Marika, di sini saya kerja. Maar broeder Marika, hier moet ik werken. Saya petik apel. Ik pluk appels. Sambil petik apel. Terwijl ik appels pluk.
Saya hitung-hitung, 1 euro, 2 euro, 3 euro. Ik bestel 1 euro, 2 euro, 3 euro. Luar biasa. Dus buitengewoon. Ya katakan. Saya kerja 8 jam. Ze zeggen, ik werk 8 uur. 7 euro. 1 hari berapa Pak Marubeng? 7 euro per uur, dus per dag hoeveel? Saya mau kata buat saudara. Dus ik wil tegen u zeggen. Kalau saudara ada di Belanda. Dus als u in Nederland bent. Kalau hari ini mungkin saudara masih dalam keadaan yang kurang menentu. Misschien zit u in een situatie dan die niet zo lekker is, maar ik zeg tegen u. Dia bertanggung jawab. God is verantwoordelijk voor u. Anaknya sendiri diberikan kepada saudara dan saya. Want als hij zijn eigen zoon gegeven heeft aan u en van mij. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. En gestorven zijn. Bagaimana kan mungkin? Voor ons om onze zonden te vergeven. Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Dus dan is het niet mogelijk dat hij niet alles aan ons geeft. Voor u en voor mij. Amen. Amen. Tiga rahasia yang kita. Dus deze drie geheimen. Jangan sampai kita tidak tahu. Laat het niet zo zijn dat u niet weet dat God alles doet werken en dank. Terima kasih Tuhan. Zeg altijd dank, zeg dank. Suami saya masih jahat. Suami saya masih fit. Oh, dank wel heer dat mijn man nog gierig is. Tapi pada saat waktu. Maar op een dag. Tuhan bisa ubah. Zal God hem doen veranderen. Amen. Segala sesuatu indah. Alles is op zijn tijd voortreffelijk. Ja, Tuhan yang memberkati saudara. Amin. De Heer op zich. Laten we gaan opstaan.